Gisteren wilde ik me al inschrijven. Toen stond de rij hier op straat. Nu is het hartstikke rustig. Want je mag morgen ook al inschrijven. Extraatje. Want dan gaan we niet lopen. Zoals jullie weten. Dus de drukte wordt een beetje verdeeld hierdoor. Nou, ik ga even een rij aansluiten voor mijn pandje. Zo, ik zit al klaar. De tribune waar straks tienduizenden mensen mij binnen laten komen. Hartstikke leuk allemaal. Bandje opgehaald, zit erbij. Goodie bag. Allerbelangrijkste. Stempelkaart. Wat zit er nog meer in die goodie bag? Nou, laten we eens even kijken. Oeh. Versnaperingen. Wat hebben we nog meer? Dextro Energy. Sultanatje voor de stevige trek onderweg. Mocht je pech krijgen met je veter. Nieuwe veter erin. Huppakee. Napoleon Bonaparte. Hartstikke mooi. Heel veel foldertjes. En... jawel. Glossy's magazine. 4. Wat dit jaar dus 3 wordt. Nou, hier ben ik nog wel even zoet mee met die mooie goodie bag. Ga ik straks nog even verder uitpluizen. Maar nu eerst naar de vergadering van de Gouden Kruisdragers. Als onze harten longen pak, gezond, gevuld en sterk. En een paar flinke benen. Zo. Na een feestelijke ledenvergadering van de Gouden Kruisdragers. Even afkoeling zoeken hier in de Waal. Dit punt is juist niet verstandig om in te zwemmen. Toch doen sommigen het. Lage waterstand. Dus de stroming is nog sterker. Maar een beetje bootje baden moet kunnen. En met zomerse klanken van het festival op het eiland. Is het toch even genieten. Even een shotje van de prachtige stad. Voilà. Morgen nog warmer. Dus dan gaan we maar eens even een watertje opzoeken om in te zwemmen. Volgens het programma. Zou de snollebollekes de warming-up moeten zijn, zodat ik om 4 uur s'nachts zou kunnen starten. Dat gaat dus niet door. Dus mijn hele planning loopt in de war. Dan moet ik morgen even kijken wat het avondprogramma is, zodat ik toch opgewarmd de 3-daagse kan afronden. Dus dit was het voor vandaag. Morgen gaan we verder. Wat te doen als de 4-daagse dag niet doorgaat.